Daar hadden we niet op gekomen. Nee, hè? Nee. Nee. Ik vind, je bent echt wel slim. Ik ben er geen boek aan schrijven, hè? Zo, je hebt goud gevonden. Ja. Ligt gewoon hier. Nee, joh. Ik vond het heel erg leuk. Ja, hè? Ja, echt. Het is echt een aanrader. Ja, het is echt... Ja, het is echt superleuk. Ja. Iedereen is ook heel erg enthousiast. Ja. Jij bent van de koffie, hè? Vandaag koffie en de thee, catering. Ja. Ja. Alle markten thuis. Jullie hebben een hele keuken hier, hè? Ja. Hier een keukentje. Leuk. Koffie, thee, de broodjes waren ook goed. De broodjes goed, ja, verzorgd door Nannix. Daar dus hebben we goede ervaringen mee. Ja. Mooi. Ja, wel mooi. We gaan niet op blad erin, ja. Dat is altijd een erg leuk keukentje. Wel een wat klein boilertje, dus soms met een grote afwas is wel een uitdaging. Ja. Maar tot nu toe lukt het wel. Leuk, hè? De toilet. En AED. Nou, we gaan de helsluis in, hè? De helsluis. De helsluis. Nou... Wat een helsluis. Ja, nee, hoor. Helemaal goed. Waarom die zo heet? Hè? Waarom die zo heet? Nou ja, wat denk jij? Ja, ik heb er van alles bij denken, maar... Dan is het niet zo best. Wat lekker windje. Dan ben ik weer weg. Goedemiddag. Mannen doen de was weer omhoog. Antennes omhoog. Heel klein cameraatje. Ja. Gaan we dan terug weer door de Biesbos? Nee. Of gaan we dan even het grote water over? Grote water, ja. Oh, ja. Ja, zonde. Dat is leuk, ja. Ja, dat vind ik wel leuk. Hij is tegen Jos, gaan we terug weer hetzelfde, maar we gaan netjes zo een rondje maken. Dus over het grote water terug. Oké. We gaan het grote water terug. Over de snelweg. Ja. Maar ik voel mij meer thuis op die snelweg, hoor.
Oh, je krijgt een antenne op je hoofd. Net niet, hè? Maar het is wel leuk, hè? Ik had mijn helmpje niet op. Leuk huisje ook, hè? Ja, allebei de kanten, hè? Ja, hier ook een leuk huisje. Nou, we hebben de sluis weer gehad. Hè? Ja, en de... helemaal, we zijn er bijna. En de boomstammen weggekopt, zag ik. Ja, ik heb er al een beetje, ik krijg er al een beetje benauwd van boomstammetjes. Dan denk ik Gibraltar, ja. Enjoy Life. Nou, op de Oude Maas, hè? 2 jaar geleden. Ja, daarom. Gibraltar in België. Dus vind ik toch wel altijd een beetje tricky. Ja. Maar het is wel genieten. Het is echt. Ja, het is echt. Ja, heel leuk. Een heel leuk rondje ook, hè? Hele leuke tocht. Ja, heel gaaf. Ja. Het is echt een aanrader. Ja. We zullen natuurlijk alle info op ons kanaal melden. Hè? Ja, nou ja, Jos, elke derde donderdag, hè? Elke derde donderdag van de maand, dan hebben we een dagarrangement. Ja. We beginnen bij het Binnenvaartmuseum en dan via het Baggen, via het Biesbos. En het Baggermuseum weer terug, eindigen we weer bij het Binnenvaartmuseum. Ja, en onder de parkeerruimte. Ja. En dan willen jullie hier weer weg, hoor. En was het dan ook zo nog dat je, als ik een andere dag wil, dat het op aanvraag is? Nou, met een gezelschap? Als je een groep hebt en je wilt en je huurt de boot af met een groep, dan krijg je, ja, als de, dan gaan we kijken of de ruimte daar nog in te lossen. Oké, okay, dus die mogelijkheden altijd zijn er wel. Ja. Zijn zo flexibel als het best. Nou, daar houden we van. En intuïtief. Ja, Jos, je begon een beetje te trillen, hè? Ja, hij denkt, we gaan er niet voor langs, hè? De wind is daar van beneden af en best wel stevig. En er komt een schip aan, dus we gaan eventjes meedraaien en dan gaan we dadelijk weer terug. Ja, maar Erik begon ook zich al een beetje benauwd te voelen. Hij denkt, oeps, we gaan er niet voor langs. Hoofd van water, hè? De hoofd was bij Duitsland. Stuurt hij nog een ketting? Serieus? Ja, we kwamen het gat uit. En ja, we kunnen gemoderniseerd zijn. Kwam de slos mee nou. Zullen we toch maar even wachten. Wat had leuk geweest? Als de Gibraltar gepasseerd, dat had wel heel leuk geweest. Maar ligt echt in Rotterdam. Te wachten op een ritje Amsterdam. Ja. Nou, we zijn maar even naar beneden gegaan. Zo, maar het is... Eigenlijk is het heel leuk. Maar het was echt, het is best wel... Je vangt alle willend voorop. Ja. Maar het is niet storend of zo. En we hebben onze pakken aan. Maar ja, je cameraapparatuur moet je wel rekening mee houden. Ja. Maar wat een onwijs leuk kombuis, zeg. Oh, er komt er een beetje met een reddingsboei. Zwaait die weg. Laat hem leggen, maar gewoon op de grond even. Ja. Wat een superleuk kombuis. Ja, leuk, hè? Heel leuk. Echt wat bij de boot past. Ook met die kopjes zo. Ja, echt heel leuk. Leuk, joh, met dat ouderwetse zo. Super tof. Dat is weer heel gaaf. Echt wat bij de boot past. Ja, je koffie. Koffie drinken nog. En ook heel leuk zo die kopjes aan de wand. Echt een hele leuke keuken, zeg. Ja, heel gaaf. Ja, gezellig keuken. Ja.
Ik had net warme koffie. Moet je kijken hoe hard het afkoelt. Ja. Hoe snel. Het werd ook niet een beetje koud. Nou ja, het ging wel heel snel afkoelen. Dat zie je aan mijn koffie, is gewoon ijs en ijskoud. Ja, dat is effe. Maar ja, maakt niet uit, het is wel heel gaaf. Niet weg, nee hè? Nee, het is weer. Het is weer te doen buiten. Het is weer te doen. Oh, wat leuk joh, kijk nou. Oké. Okay. Ja. Even kijken waar het wachtmuseum is. Waar is het? Dat is daar achter ergens. Het museum zelf is aan dat stadplantaar, zeg maar. Dat er bovenuit zijn met de twee dakkapellen. Achter die met die twee. Met die twee schoorstenen en twee dakken. Ja, dat is het museum. Oké. Okay. En dan weet maak ik de goede foto. Ja. We gingen bij de baggermolen opzij, hè, Jos? Ja, we gaan bij de stoombaggermolen Friesland opzij. Oké. Okay. De stoombaggermolen? Ja, de stoombaggermolen. Nou, dan gaat hij zeker op stoom. Kom erop. Daar hadden we niet op gekomen. Nee hè? Nee. Nee. Ik vind je bent echt wel slim. Ja, maar ik ben wel slim. Jij wel ook. Of bij de hand, dat ken natuurlijk ook. Hij is wel fijn hè, dat het even een beetje minder is met de wind. Nee hè? Ja, precies. Je hoeft zelf geen venders uit te gooien. Wordt gedaan vandaag. Ja. Nou, er staat er iemand een hoed. Dat is de opzichter. Die neemt de touwen aan. Oh, en daar is dan het museum. Ja, ik zie de vlag al. Ja. Oh, daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Niet aanmeren. Huh? Nou, wij wel. Allemaal vooruit. Het zijn de beste plekjes. Ja. Maar no moorings, daar moet je altijd gaan liggen. Ja, we gaan liggen. Nee, dat doen jullie het helemaal voor elkaar. Oh. Nou, zien we Jos ook weer nog eens werken, hè? Ja, dat was niet de bedoeling. Je ziet dat de filmopnames waren. Dat schrik ik dan weer op. Nou, hij ligt vast. Nou. We zijn bij het Baggermuseum. Yes, aangemeerd en wel. En we een speciaal plekje, hè? Niet aanmeren, maar de veerdienst wel. En nu gaan we even kijken. Iedereen stapt naar buiten. Ja. Ik ben wel benieuwd. Het lijkt vanaf buiten gewoon een groot woonhuis. Dus ik ben wel benieuwd. Nou, even lopen. Yes. Dit is de baggermolen Friesland? Ja, staat hier. Er staat ook een soort vaartuig. Oké. Okay. En hij is 25,72 en 96 breed. Diepgang van 1,50. 13 kub brandstof kun je meenemen. 3 kub water. 3 kub water? Nou, dan ben jij zo erheen. Hoe ver kom ik dan tot dort? Heb je twee keer je wasmachine aan het stil? Ja, klaar. Ze hebben hier wel. Kijk, het is wel super funny, zie. En hoe voelen wij ze? Ja. Dat lijkt gelukt, denk ik. Nou, onze captain, kom ook even koekeloeren. En jij zei net, joh, blijf daar. Maar je denkt, nou, kom een beetje. Ja, even kijken. Het is wel grappig als tegen Erik zo'n boevaar is. Ik ben gelukkig natuurlijk. Ja. Even voor de vrijwilligers. Ik weet niet wat je moet doen. Ja, dan moet je in plas als vrijwilliger. Ja. Oh, dit is ook wel mooi, zeg. Het zijn allemaal sponsors, denk ik. Ja. Bakker en Blokland. Ja. Eruit. Dat is wel mooi, bunkerstation. Van mij. Ja, dat is toch wel fijn, daar moeten ze het ook wel van hebben natuurlijk. Deur dicht. Ketelpakjes, deur dicht. Nou, dan schuif het. Hallo, koffie. Nou, er is niemand, de kantine is dicht. Maar ketel 1. Wel vinden allemaal prima netjes uit. Ja, leuk. Kijk, dit is dan de stoommachine. Oh, wat leuk joh. Oh ja, tof. Dat zat er bij Dodge Stone. Dat staat weer buiten de kant. Dan is het. Mag je er nog even in? Oh, is er weer ook een dekwas?
ergens uit, hoor. Hè? Nou, het ziet er wel allemaal netjes uit, gewoon. Hier het hele paneel. Ja. Hier dan moet je allemaal netjes, hier de generator, dek was, maar hier ook netjes al het gereedschap. Ja. En dat is je bal. Ik denk dat menig binnenvaartschip hier wel een voorbeeld aan kan nemen. Oh, kijk, generator. Bij ons ziet het altijd gelikt uit op de Gibraltar. Nou, dat was een stoombaggermolen. Ja, klopt. Ze hebben zelfs een tekening hier. Nou, gaan we eens even het museum kijken. Ja, helemaal leuk. He? Op naar het museum. Op naar het museum. Ik loop achter je. Ja, ik zie Follow het. Follow you. Hallo. Oh, profiteer daarvan, want het komt heel zelden voor dat je volgt. Ja, schat. Kun je als de brandweer spelen? Ja. Dag mevrouw. Hallo. Welkom in het Baggermuseum. Ja, het is gewoon een geregistreerd museum. Hè? Misschien kunnen we met je museumkaart. Ja, dat zal best wel. Binnen. Er zijn natuurlijk zat mensen in Nederland die een museumkaart hebben. U kunt hier afrekenen. Ja, en hier kan ik gewoon. Ja, hier kan je bellen. Mevrouw, ja, doe maar. Boeken. Ja, 1, 2. Ja, komt 1, 2, oh. Hoe betekent. Oh, en ik mag hier wat inschrijven. Ga ik doen. Nou, intree. Oh, pen. Ja, dat is wel een ding. Pen? Ja. Dag mevrouw. Goedemiddag. Ja, dan ga ik wat inschrijven. Vind ik leuk. Dat ik hier geweest ben met de veerdienst 3. Vanaf het Binnenvaartmuseum. Ja. Uit Dordrecht ga ik inschrijven. Ja. Heb je een pen? Vind ik wel leuk. En hier deze vriendelijke mevrouw, dat is de balie. Je bent nog geen boek aan het schrijven, hè? Alles klaar. Vindt mensen ook leuk als je wat in de boek schrijft? Ik heb een heel leuk jij staat erin, de veerdienst binnenvaart, wat uitzenden in ons blog. Maar we hebben een YouTube-kanaal, dus dan gaan we aan het besteden. Je bent er geen reclame aan. Ik wist niet dat er zo'n museum was. Je bent er geen reclame aan maken? Ja, maar ik wist van niet Sliedrecht. Ik kom hier voor. Ja, waarom komen we in Sliedrecht? Ja. Koppelaar. Ari, dekcontrol, drinkwaard, maar niet dat hier een baggermuseum is. Nee. Vind nou, helemaal tof. Een kijkje nemen. Ja, die heb ik best wel gedaan. Is het nou voor je nek dan? Ja, op de Gibraltar zijn we niet blij mee, hè? Als nee. Je naar buiten loopt, dan komen ze mij toe en vallen ze je aan, hè? Bij je stand-dick vallen ze je helemaal aan. Was ik altijd toch een beetje benauwd om Tess uit te laten. Ja. Maar hier doen ze niks. Hoef ook geen helm op. Ja, het is echt heel gaaf dit. Ja, dan gaat mijn interesse weer naar uit, hè. Ja. Ja, Jos, maar je kunt niet alles meenemen, hè. Nee. Je hebt er al genoeg, hè. Het is nooit genoeg. Er is altijd plek voor meer. Oh. Dit is heel gaaf, het is dan in een simulator, een baggersimulator. Oké. Okay. Ja. Lekker baggeren. Ja. En hier is dan de kering, ja. De Maas. Oh ja, stormvloedkering. Stormvloedkering. Ja. Vandaag niet. De batterij is erop. Ja. Ja, wel leuk. Kijk, als je hier natuurlijk bent, is het ook een soort interactief. Je kan overal luisteren, filmpjes te zien, ja. Info. Waterbouwers. Heel informatief. En het is zo, Nederland zijn natuurlijk de waterbouwers, ja. Over de hele wereld. Ja, ja, zeker vanuit Sliedrecht. Ze wilden toen ook het Baggermuseum hier weg hebben. Nou,
betere toegankelijke plek, maar dat kan eigenlijk niet. Het hoort hier. Het hoort hier, het is het Baggerdorp Sliedrecht. Ja. Okay. Dat kun je niet verplaatsen naar mijn idee. Maar dan zijn ze inmiddels zelf ook achterboven. Dus hier wonen alleen maar baggermensen? Ja, het ruimste zin van het woord. Kom maar zo uit de klei hier. En dan kan je hier je laarzen schoonmaken. Ja. Precies. Ja. Ja, inmiddels ben je heel de trap opgeklommen, dus... Ja. Die zou eigenlijk beneden bij de deur moeten staan. Ik denk het, maar hier ben ik. Ja, maar hier staat hij op de derde verdieping. Ja. Maar dit is dan van de familie Volker van Volker Steven? Ja. Volker, die heeft hier gewoond, dus ze wonen naar huis gooien. Ja, ze zijn later gefusieerd met Steven, begreep ik. Volker Steven. Ja. Dat zijn wel de. En Steven kwam hier vandaag van achter de rug. Maar nu heb je wel de waterpaus. Nog eventjes die directeurskamer, die zit er ook. Ja. Dat is de Diana-kamer. Ja. Leuk, hè? Al die mannetjes, hè? Die beertjes zo. Mannetjes. Ja, vind je dat niet? Dat is toch de Prins Hendrik. En dan, dit zijn dan hier Dordrecht. Ja. En dan wordt er weer wat te water gelaten. Bezoek op van Prins Hendrik, denk aan de Zuigerwezer. Dus dat is een prins die het bezoekt. Ga voor. De evolutie van het baggeren. En wat is dat? Oh, kijk, dat is een ding dat opvalt. Nou, dat is inderdaad een baggeren. Ja, dat is echt mooi. Ja, ik ben natuurlijk van het interieur. Ja. En dan, ja, dan kijk je ook naar dat soort dingen, dat hout en zo, en dat marmer en hier bijvoorbeeld, hè. Waar een glaskast. Ja. En maar dit is de directiekamer, hè. Dit is de directiekamer. Ja, dat is wel heel gaaf. Ja. Hier werden alle vergaderingen gehouden, van die echte oude portretten. Ja. Want hier die man zat, dan zit hier wat achter de deur. Oké. Okay. Ja, kijk jij even. Lijkt wel zo'n Anne Frank deur. Ja. Oh, nou ja, dat is wel leuk, hè? Dordrecht, Holland. Lips in Dordrecht. Ja. Even kijken wat erin zit. Oh, dat is een kluis, joh. Dat is een kluis. Ja, we zien hier speciaal, volgens mij is het huis om de kluis gebouwd. Ja. Niet te doen. Zo. Niet te doen. Dat is waar? Zo. Ik ga even kijken wat erin zit. Zo dan. Tabby? Zo, je hebt goud gevonden. Ja. Het ligt gewoon hier. Nee joh. Allemaal gouden staven. Oh, en ze hebben ook dat. Oh, kijk eens. Zo zegt zwaar. Zo. Hé, kleurt wel mooi bij mijn jas. Diana vindt goud. Ja. In Sliedrecht. Nou. Gaaf, hè? En ook aandelen. Ja, hey, niet vermisselijk, hè? 5 miljoen maatschappelijk kapitaal. 5 miljoen gulden. En dan hebben we het in 1924, hè? Ja. Okay. Dat is wel gaaf, hè? Maar ik zou de slaven gewoon meenemen naar Dordt. Zou het? Ja, en dan komt Adriaan Volkers achter me aan. Oh ja. Het gaat dan over de kluis. Maar hier ook, ja, even mag. Eens kijken hoe oud. Kunnen we het lezen? Nee. Niet? Nee. Ik kan bijna niet eens lezen met bril. Gaaf, hè? Nou, ik. Gewoon maar niet dicht. Ik wil gewoon mee. Hey, ik ga hem dicht doen. Zeg zo. Kijk je dik die deur? Ja? Hij trekt je opeens dicht, hè? Zo. Dat is wel leuk. Leuk voor kinderen ook. En ja, een baggertech. Oké. Okay. Baggertech, dat is leuk voor kids. Ja. Ja, je krijgt zo'n formulier. De kinderen en dan aan het eind van de rit komt er een woord uit. Oh. Heel leuk. Hij heeft al meegenomen. Ja, leuk. Ideeën op te doen. Ja, vind hem leuk. Ja. Nou, bedankt voor de gastvrijheid. Ja. Waar zit hij nog? We moeten die meneer meenemen. Maar voor.
tijd voor. Nou, hier is zeker de koffie. Was heel leuk, Jos. Ja. Heel interessant. Dat is mooi. Dus, ja, ik vind het ook altijd heel interessant. Ja. Een hele mooie verzameling. Ja. Echt, het is de moeite waard hier. Ja, echt leuk. Ja. De directeurskamer was ook heel leuk. Oh, ik ben nog geweest. Ja, alleen Diane, die heeft zo'n staaf in de zak. Hebben die kluis wel eens opengemaakt? Nee. Hè? Nee? Weet je het niet? Ja, met die goudstaven, die ze toen met ja? voor Holland, ja. Dat is ja? 150 stuks? Ja. Maar die kluis heb je nog nooit gezien? Ja, ik heb hem wel gezien, ja. Oh. Ja, ik doe hier veel verhalen over. De kluis van Lips, hè? Ja. Ook er is hier nog meer, joh. Ik dacht dat we het al gehad hadden. Ja, dat hebben ze nieuw aangebouwd. Ja. Dus dat las ik net. Hier ook... Even kijken, want ik kunnen ze ook tentoonstellingen... Manquettes. Ik een presentatie geven. Ja. Dus het verschil. Is het verschil? Nee, ik ben aan het kijken. Er zitten daadwerkelijk verschillen, zie je. Oh, zoek de verschillen. Nou, dat zal het niet. Maar het zijn niet identieke schilderijen. Zo gaan. Tenminste, kijk hier, zeg maar, de kleur is anders. Hoe apart dit. Ook nog veel aan vroeger. Zelfs deze boven. Gaan we los? Take me home, take me on a ride. I got a good feeling about the colors light.
lighten up your eyes. Take me home, take me to the sky. I got a good feeling. Tell me the only thing you are. Nou schat, we zijn weer bijna thuis. Hè? Ja. Bijna thuis. Yes. Laatste stukje. Ja, en dan, nou, ik vond het heel erg leuk. Ja, hè? Ja, echt. Het is echt een aanrader. Ja, het is echt. Ja, het is echt superleuk. Ja. Iedereen is ook heel erg enthousiast. Ja. Hoop info. En groot varen is heel leuk. Blijft leuk, hè? Nou, we zijn lekker uitgewaaid. Sector Dordrecht, goedemiddag, de Borik supporter. Sector, hier zo, Sector Dordrecht. We zijn lekker uitgewaaid. Nou. Maar de voorspellingen waren het minimum, maar we hebben eigenlijk heel lekker weer gehad. Ja. Geen regen. Wel een beetje fris, maar dan kan je op kleden. Nou, volgens mij vond iedereen het heel erg leuk. We zijn weer veilig aangemeerd in die... Ja, bij naast de Maro, zal ik maar zeggen. En ja, we gaan eigenlijk Jos bedanken voor de uitnodiging. Erik gaat een hele mooie promovlog maken, ja, voor het Binnenvaartmuseum. Het Baggermuseum was leuk. Nee, we hebben het echt superleuk gehad. Was echt leuk. Ja, ja. En precies op tijd terug, hè. 5:45 kwamen we binnen, 4:00 aangemeerd. En superdag. Nou, vond je het leuk? Geef zelfs... Geef een duimpje, abonneer, like. En wij vinden het nog steeds leuk om vlogs voor jullie te maken. Ja. En dit is eigenlijk, zijn we nu al één keer wezen varen. Meewezen varen. Voor Erik ook leuk. En nou, we hopen nog heel veel de aankomende maanden. Andere avonturen toch op het water, ja, te beleven. We gaan weer 4 maanden erop op pad, hè? We doen ons best. Maar ja, we hebben best af en toe een druk programma. Ja. Nou, vind je dit leuk? Hè? Nee, maar ik zou zeggen... Groetjes, doei. Die hadden we gehad, de duimpje, like, je abonneer, moet er niet aan de gang blijven. Die had ik al gezegd. Dat had ik al gezegd.